Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het een wat andere video dan normaal. Ik wil graag gaan uitleggen waarom er zo lang al niks online is gekomen. En ik kijk nu naar het schermpje van mijn laptop en dat is niet handig. Ik heb hier, zeg maar, hier op mijn scherm staat het, maar dat zien jullie niet gelukkig. Er is al een tijd geen video online gekomen. Dat komt omdat ik het nogal druk heb, want ik moet Amber trainen. Dat is maandag. Woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Heb ik Buiten nog op zondag. Heb ik school en Timara deed ik ook op zaterdag voorheen. Maar daar ben ik mee gestopt omdat ik best wel veel last krijg van mijn rug. De laatste tijd. En ik wil graag dus wat iets meer rust hebben. En ik moet iets rustiger gaan praten alweer. Dus de tweede poging. En ik heb ook een box. Veel mensen denken dat je gewoon een grote box hebt. Maar kijk. Spiegelcamera, ik hou. Kijk, dat lampje geeft aan dat hij aanstaat. En dat de batterij nog vol genoeg zit. En dat en die USB-aansluiting is zodat ik hem kan opladen. En hij is gewoon van de Rabobank. Ik haat spiegelreflexcamera's die ik dus heb op mijn laptop. En het is best wel klein als je hem vergelijkt met mijn hand. Maar daardoor kan je hem overal mee naartoe nemen en komt best wel wat geluid uit ook. Die heb ik nu ook gewoon aanstaan. Vind ik gewoon gezellig. Want ik zit nu alleen binnen, ben ik huiswerk aan het maken. En ik vind nog steeds die spiegelcamera irritant. Want ik kan daar niet tegen omdat ik autistisch ben. En dan heb je liever gewoon een camera die precies zo doet als dat jij het hebt. Maar dat is nou helemaal niet zo. En ik zie nu op mijn laptop dat het eruit ziet alsof ik make-up op heb. Ik draag nooit make-up. En ik heb één keer make-up gedragen en dat was alleen oogschaduw. En voor de rest doe ik eigenlijk helemaal niks. En er was wat geïnstalleerd, dus ik was gelijk. Ik weet niet of jullie dat geluid ook hoorden, maar het zal wel. Want ik neem dit nog steeds op via mijn laptop. Want ik heb nog niet echt een fatsoenlijke camera en mijn telefoon werkt niet mee. En ik ben van plan, als het lukt, weer Starstable video's te gaan opnemen, maar die zijn dan niet zo interessant vanwege dat ik veel reputatie moet verbeteren. Ik moet vissen in bij Jarlahem in de buurt, voor degenen die dat kennen, dat is de Oogstlanden, als ik het goed heb. En ik moet vissen in de Gouden Heuvelvallei en Moorland, en die twee horen bij elkaar dan. En dan moet ik nog in de dino-vallei, tenminste zo noem ik het, maar het is de vallei van de verborgen dinosauriërs, moet ik van die archeologische vondsten doen. Want ik ben nu level 19 en dan moet je dat doen om archeologie en Epona te doen. Jeetje, wat zijn dat moeilijke woorden die ik gebruik vandaag. En ik heb nu gewoon een polo aan. Ik ben van plan merchandise te gaan ontwerpen met een vriendin van mij, die is goed in tekenen. En dan moeten jullie even achterlaten welke kleuren. En ik krijg ook heel veel vragen naar een meet and greet. Maar dat is nogal moeilijk vanwege dat we ook in een verbouwing zitten. Plus ik heb niet echt veel tijd over. Dus misschien dat er ooit een meet and greet komt. Maar ik weet niet hoe ik dat moet gaan organiseren. Heel veel van mijn vrienden zeiden in Krommenie. Maar dan krijg ik daar weer overlast. En bij mij thuis wordt mijn kunnen mijn opa en oma niet zo goed tegen. En de buurt bij mij is nogal middle of nowhere en chagrijnig. Onze buurman. Het kan wel ergens dat ik weet, maar dat is een beetje afgelegen. En daar kan ik niet echt goed tegen. Vanwege dat hier nog wel eens van die jongeren zitten die met een pak stenen gaan gooien. Ik weet niet waar ze die vandaan halen. Maar als het lukt wil ik graag weer beginnen met één keer in de week op zondag een Starstable video. Ik ben ook level 19 zoals ik al zei. En dan begin ik gewoon weer rustig aan met vertellen wat ik in de tussentijd heb gedaan. Want ik weet niet meer precies wat ik heb opgenomen voor het laatst. En ik kijk voor mijn gevoel veel te veel naar mijn scherm. Sorry daarvoor alvast, want ik moet echt een camera gaan kopen. Maar ik heb het geld nog niet echt. En ik ben niet zo'n persoon die gaat vragen van, ja, geef me geld, want dan kan ik een camera kopen. En dan wordt mijn YouTube kanaal beter. Zo'n persoon ben ik niet. Ik wacht liever en dan spaar ik. Ja, dit was het eigenlijk al zo'n beetje.
Oh nee, ik wil ook nog een Q&A gaan houden volgende video. Zeg maar één keer in de week gewoon op zondag een video of zo online. Die maak ik dan zaterdag of dan komt ergens in het weekend gewoon een video online of ergens door de week. Gewoon één keer in de week dan weer een video hebben jullie dan. En ik doe echt mijn best om langzaam te praten, maar dat is echt ontzettend moeilijk voor mij. En als je dan vragen hebt voor die Q&A, dan moet je even in deze video, moet je even in de reactie, dan moet je even onder deze video in de reactie zetten wat voor vragen jij hebt. Graag wel een beetje normale vragen en niet van wanneer ga je meet and greet houden en zo. En wanneer komt je merchandise? Die heb ik net beantwoord voor jullie. Wanneer komen er weer video's? Weten jullie nu ook weer. Mijn uploadschema ga ik in de vakantie weer aanhouden. Want ik ga niet op vakantie. Ik blijf vooral thuis om te trainen. En we hebben niet echt veel geld over na de verbouwing, weten we al. Ja. Even een melding weg. En ik zit nu trouwens gewoon hier op een bank en ik kijk. En dan heb ik daar een raam. En dat is het eigenlijk al een beetje. Maar dan is dit het voor deze video. En ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Als dat zo is, doe even een blauw duimpje omhoog. Die ondertussen zwart zijn, maar een blauw duimpje klinkt gezelliger dan zwart zijn, maar of ze zijn grijs, net wat je vindt. En abonneer even als je dat niet hebt gedaan. En YouTube heeft een nieuw abonneersysteem. Nou, ze hebben veranderd. Dat als je abonneert, dat je nu nog op het belletje moet klikken om alle video's, om een melding te ontvangen. Als ik een video upload, als je op mij geabonneerd bent. Dus dan moet je op het belletje klikken en dat is het eigenlijk al. Dat is alleen maar extra dus. Dat heb ik zelf ook gemerkt. Ik kreeg een paar weken lang gewoon geen video's binnen. En dan hoop ik dat ik veel vragen krijg voor de Q&A. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!